Wat een waardeloze avond is dit dan geworden, hè? Ja, uiteindelijk je kan het aan twee kanten zien. Kijken naar ons spel, denk ik wel dat we tevreden mogen zijn. Maar natuurlijk is het absoluut balen wanneer je de 2-2... Wanneer ze de 2-2 maken in de laatste minuut of in de 89e minuut, dat doet natuurlijk heel veel pijn. Speciaal wanneer je zelf dan 500% kansen eigenlijk gewoon had moeten maken. Dus dat is zeker super. Ja, want zoveel kansen creëren en dan niet winnen, dat is eigenlijk onbegrijpelijk. Ja, onbegrijpelijk om dat de ballen niet erin gaan. Maar ja, zo zit het eenmaal in. We hebben genoeg kansen en die moeten we gewoon scoren op deze niveau. Dan moet dat en dan kan je die kansen niet laten liggen. Dat hebben we helaas gedaan. We moeten de volgende keer gewoon sterker staan. En dan ze wel erin schieten, want dat kunnen we allemaal, dat weten we ook. Dan is het gewoon heel zuur dat het vandaag niet is gebeurd. Ik kan me voorstellen dat als je deze week gaat evalueren, dat je inderdaad dan die positieve punten ziet. Hè? Want jullie spelen bij Vlagen deze wedstrijd echt gewoon goed, creëren veel kansen. Maar ja, ik kan me ook voorstellen dat net na de wedstrijd je daar even niet op zit te wachten. Nee, het is zoals je het zegt. Sowieso de eerste helft hebben we heel goed gespeeld. Creëren we heel goede kansen. Jean-Paul aan de binnenkant van de paal. Nog twee keer 1-1 met de keeper. Ik had nog 1-1 met de keeper. Graziano met kopbal. Het bleef maar door en door en door. En uiteindelijk, niks. Behalve de ene dan. Ik maak me wel een beetje zorgen over jullie in uitwedstrijden. Want dat blijft maar een structureel probleem dat jullie daar de punten niet pakken. Nee, je moet je sowieso geen zorgen maken. Wij zijn sterk en dat weten we. Vorige week... Twee weken geleden Vitesse. Hier lag het puur aan onszelf, niet aan de tegenstander, puur aan onszelf. Net als ik zei, dan moeten we gewoon kijken naar onszelf. Weer sterker komen de volgende keer en blijven winnen. Want na dit hadden we een aardige reeks neergezet. Na de laatste nederlaag tegen Ajax. Dan is het alleen maar twee gelijkspelen en voor de rest hebben we gewonnen. Dus. Maar het moet wel beter, hè? Buitenshuis qua resultaten in ieder geval. Daar moet een keer een einde aan komen. Ja. Net als ik zei, het is gelukkig een gelijkspel en niet een nederlaag. Het voelt wel als een nederlaag, maar het moet gewoon gewonnen worden.